Nog een maand, dan begint het EK voetbal. Voor Mieszet Horeca tijd om een kijkje te nemen in het Spelershotel van Oranje, het Sheraton in het Poolse Krakau. Meneer Stijn Ooyen, u bent general manager van het Sheraton Hotel hier in Krakau. Dat wordt een hotel wat wij als Nederlanders nogal een paar keer gaan zien de komende zomer. Het Nederlands elftal gaat hier verblijven. Kijkt u uit naar hun komst? Absoluut. We tellen de dagen af. Maar nu komt het toch echt dichterbij. En dat maakt ook dat we er dagelijks mee bezig zijn om alles zo perfect mogelijk klaar te maken voor als jullie elftal hier straks bij ons gewoon hun home away from home hebben. Er komen natuurlijk heel veel details bij kijken voor zowel de operatie van het hotel als pers te woord staan, et cetera. Dagelijks bezig met details. Dat betekent bellen, een nieuwe taartvitrine plaatsen, veel meters maken, nog maar een telefoontje, even van het mooie weer genieten, hup weer het hotel in, nog maar een belletje, een blik in de keuken werpen en dan eindelijk is het tijd om zijn kamer te laten zien. Dit is waar het Nederlands elftal een aantal weken zal verblijven tijdens het EK. 27,5 vierkante meter en recent voorzien van een Sheraton Suite Sleeper Bed. 232 kamers in totaal. En door naar de andere faciliteiten van het hotel, die overigens niet exclusief zullen zijn voor de voetballers. Ze krijgen geen aparte vleugel, zitten tussen de andere gasten aan het ontbijt en ook de fitness is niet voor hen gereserveerd. Wel worden er nog voor het EK een aantal nieuwe apparaten geplaatst. En dan het deel van het hotel waar iedereen naar uitkijkt, het zwembad. Eén geluk, een bubbelbad heeft het Sheraton niet. In het verleden is het Nederlands elftal wel eens berucht geweest over bepaalde zwembadscènes na gewonnen dan wel verloren wedstrijden. Verwacht u dat het hier het Nederlands team met kleren al in gaat springen naar de finale? Nee, dat geloof ik nooit. Dat gaat niet gebeuren. Als laatste neemt Ooyen ons mee naar de trots van de hotelbar. Een wand vol gesigneerde voetbalshirts. Nou heeft uw hotel ervaring met het herbergen van grote voetbalteams. Hier om ons heen zien we al een aantal clubs. Ik zie Barcelona, ik zie zelfs onze eigen Twente hier. Hoe komen dat soort clubs allemaal in uw hotel terecht? De laatste shirt die we hebben toegevoegd is dat van Twente, zoals u kan zien. We hebben het genoegen gehad dat Wisła Krakow vorig jaar Poolse kampioen was. En dus toch wel een vrij goed Europees seizoen daarna hebben gehad. Met onder andere ook Apoel, die het dan toch vrij goed gedaan hebben in de Champions League. Die hier ook zijn komen spelen en bij ons zijn gebleven. En dan een aantal jaar geleden hebben we ook de match met Barcelona en Real Madrid gehad. Dus we hebben wel wat ervaring in voetbalteams. Nou zijn er twee andere teams, om maar even terug te gaan naar het EK, die in Krakau verblijven, de Italianen en de Engelsen. Hebben die ook overwogen bij uw hotel te verblijven of was Oranje veruit de eerste? Oranje was veruit zeer snel, maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat de Engelsen en de Italianen achteraf iets gehad hebben van shit, daar hadden wij moeten zitten, dat lijkt me duidelijk. Dan nou maken die teams ook een heel andere keuze. De Italianen zitten duidelijk heel ver buiten de stad. De Engelsen in het hart van het centrum. Kunt u dat soort keuzes over begrijpen? Of vindt u de keuze van Oranje het meest logisch? De keuze van Oranje lijkt mij het meest logisch. Omdat natuurlijk de afstand tussen het oefenveld, Wisła Krakow, de luchthaven en het hotel toch zeer miniem is. En dat is toch anders, zowel voor het Engels team als voor de Italianen. Een nationaal voetbalelftal wat in uw hotel verblijft is natuurlijk niets. Wat betekent dat voor u persoonlijk? Ja, voor mij als Belg is het natuurlijk wel heel speciaal. Helaas is ons Belgisch team er niet bij, dus dit in die zin is voor mij wel simpel. Ik weet voor wie ik zal supporten. En natuurlijk, de taal is ook leuk. Wat gaat de dagelijkse operatie merken van het verblijf van het nationale elftal? Heel weinig. Want het hotel heeft natuurlijk heel wat kamers en runt een normale operation. Dus in die zin gaat het hotel gewoon door. En dat is ook een van de redenen waar het elftal naar zoekt. Dus om een soort locatie te hebben waar het leven gewoon is. Het is niet zo dat er vooraf heel strikte scheiding wordt gemaakt tussen de mensen van Oranje en de reguliere gasten? Tot op dit moment niet.
Wordt er extra beveiliging ingezet of worden er andere maatregelen genomen om fans en pers toch een beetje bij de mensen weg te houden? Ja, beveiliging dat is volledig of grotendeels voor rekening van UEFA. Maar komen er hekken buiten te staan? Komen er mannen met bivakmutsen en mitrailleurs of is het niet zo erg? Zo erg is, zal het helemaal niet zijn. Nee. Wat wel? Is UEFA nog altijd mee bezig. Kunt u iets zeggen over het voortraject? Hoe lang geleden klopte UEFA of KNVB, ik weet niet precies welke partij eerst was, bij u aan voor het verblijf van Oranje? Ja, toch 2 jaar voor het toernooi. En was het al meteen duidelijk dat het Nederlands elftal hier zou verblijven? Of ging het in eerste instantie alleen om een indicatie van de KNVB of van de UEFA dat er wellicht een team zou blijven? Eerst was er natuurlijk de UEFA die een soort brochure samenstelde met hotels en playgrounds. En dan was er natuurlijk apart communicatie met de KNVB. Zijn er verder nog bepaalde eisen die UEFA of KNVB stelt aan het hotel? Ja, UEFA heeft natuurlijk een hele reeks van eisen die voor het kaliber van ons hotel logisch zijn, die eigenlijk sowieso al hier zijn. Het enige andere wat ik zou zeggen dat belangrijk is, maar dat is het internet natuurlijk, de capaciteit van het internet. Wat ik nog kan zeggen is dat de ervaring van het herbergen van grote teams in het verleden echt een key factor is. Er zijn natuurlijk andere hotels ook in Krakau waar nationale elftallen overnachten. Heeft u contact met die hotelmanagers, met die collega's? Ja, de hotelmanager van het Starry Hotel waar de Engels team verblijft ken ik vrij goed. Al van voor dat de gesprekken met het team gaande waren. En de hotelmanager van Turówka, waar de Italianen zullen verblijven, heb ik ontmoet in Warschau op een Euro 2012 meeting. Heeft u ook contact gehad met hotels waar in het verleden nationale teams hebben overnacht? Ja, absoluut. In 2004 zat het Nederlands elftal in de Sheraton in Algarve. Daar was de general manager ook een Belg, die ik vrij goed ken, meneer De Wilde. Daar heb ik natuurlijk wel heel wat contact mee gehad. En hij zei tegen mij dat het een van de mooiste ervaringen van zijn carrière was. Dus ik kijk er echt naar uit. Gaat u de spelers zien? Ik vond er stel van wel. Gaat u nog wedstrijden kijken? Gaat u wellicht naar het Nederlands elftal in Oekraïne of andere wedstrijden zien? Nee, ik ga zorgen dat hier alles van een leien dakje loopt. Ja. Hoe staat het met het personeel in die weken? Ik neem aan dat daar ook nogal strikte, misschien geen eisen aan worden gesteld, maar dat ze wel een heel strikte handleiding meekrijgen hoe ze zich moeten gedragen tegenover de mensen van Oranje. Klopt dat? Ja, maar we hebben uiteindelijk al onze medewerkers hebben een tekenen een soort privacy statement voor al onze gasten. Dus dat verandert op zich niet. Dat staat los van dit verblijf. Dat hebben ze sowieso moeten tekenen toen ze hier in het hotel aan het werk gingen. Ja, absoluut. Maar nou kan ik me voorstellen dat mensen, ook al hebben ze zo'n overeenkomst getekend bij het zien van celebrities, misschien toch stiekem even een telefoontje pakken om een foto te maken of iets dergelijks. Of kent u het personeel goed genoeg om te weten dat dat niet gaat gebeuren? Ik zou hopen dat ik het personeel goed genoeg ken en moest dat niet zo zijn, dan weten de mensen daar ook jammer genoeg de gevolgen van. Dan is het uw personeel niet meer? Eén van de opties, ja. Zijn er speciale prijsafspraken gemaakt met UEFA over zo'n verblijf? Het gaat ook toch om een heel aantal kamers voor een heel aantal weken? Daar kan ik me niet over uitlaten. Hoe zijn die afspraken over de duur van het verblijf? Want het is door de eerste groepswedstrijden, dat is bekend hoe lang ze hier zullen verblijven. Maar daarna is het nogal ongewis. Een aandacht lang hoe ver ze doordringen in het toernooi. Hoe zijn de afspraken rondom de duur van het verblijf gemaakt? Kan ik me niet over uitspreken buiten dat u als Nederlanders denkt toch dat ze naar de finale gaan of niet? Dus ik kan ervan uitgaan dat tot en met de finale de kamers gereserveerd zijn? Ook hierop geeft Oyen geen commentaar.
Dan maar eens vragen hoe het zit met de impact van het EK op de stad Krakau. Natuurlijk, het Nederlands elftal is niet het enigste team wat in Krakau verblijft. Er zijn ook de Italianen en de Engelsen, dus dat zal Krakau wel duidelijk merken. En als u mij persoonlijk zou vragen, hoeveel fans zullen echt tot Krakau reizen? Denk ik dat dat eerder beperkt zal zijn, want het is toch bijna 1500 kilometer van hier tot Kharkov. Er worden grote fanzones ingericht hier in de stad. De trainingen zijn soms openbaar. Ik denk dat u een flink wat oranje fans gaat zien hier. Persoonlijk denk ik van niet, maar ik zou het wel leuk vinden. Ja, met een beetje mazzel heeft er straks de Europese kampioen in het hotel zitten. Ja, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Dan zou er misschien toch nog een poolparty kunnen komen.